En at 2:13 pm, de Capital is breached. Wij hebben het meeste materiaal bekeken. Je moet je voorstellen, je heeft ook een team van nou, ik denk wel bijna tien mensen aangewerkt over een hele lange tijdsperiode. Ja. Ja. Maar jij vertelt dat er dus ook mensen van buitenaf hebben meegezocht. In die ja. enorme hoeveelheid met beeldmateriaal. Uh, er zijn heel veel mensen die hier uh, vanuit een. Uh, nou ja, uh, persoonlijke overtuiging of een bepaald activisme zijn mee begonnen, vooral op Twitter en op Discord uh, heel veel informatie deelden. Nou, dat soort informatie is natuurlijk ook uh, uh, interessant om verder op te bouwen. Weet je wel? Verder te verifiëren, klopt dit. Maar die vinden soms een obscure video uh, van een Facebookgroep die wij nog niet hadden gezien. Ja, en dat delen ze dan met je. En dat delen ze dan uh, nou, publiekelijk ook vaak. Ja. Uh, en daar zitten van allemaal mensen bij die dat vanuit een bepaalde overtuiging doen. Waaronder een, uh, ook bijvoorbeeld een, een oma in Den Haag. Dat kwam ik ook pas later achter. Maar ja, die deelde heel veel op Twitter met interessante informatie. En ik denk, oké, okay, nou, vraag, even, waar heb je deze video gevonden? Heb je toevallig de originele link? Want ja, wij willen natuurlijk wel het originele materiaal hebben. We willen het wel zelf verifiëren. Uh, maar de vondst komt vaak van hen. Dus dan ja, even vragen. En zo kwam ik echt, oh, gewoon bij de wat grappig uit Den Haag. Oh, okay. Bij een oma, oh oké. Okay. Uh, dus dat is wel, uh, dat is wel uh, interessant om te zien hoeveel mensen uh, online dus vanuit een eigen overtuiging ook uh, onderzoeken beginnen te doen. En wat, wat was haar motivatie om dit te gaan doen? Zoals ik het begreep uh, uh, vond het vooral heel uh, um, uh, pijnlijk om te zien uh, hoe uh, uh, mensen en, 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 en hoe. Uh, vooral extreemrechtse groepen uh, de overhand kregen en letterlijk het kapitool binnenvallen. En zeiden: ja, We moeten dat ter verantwoording brengen. We moeten uitvogelen wie dat zijn en wat er gebeurt. En dat deden ze dan allemaal in een vrije tijd. Is dit, denk jij, de toekomst van de journalistiek? Nou, om dat ik denk, vertrouwen terug te winnen? Ik denk, transparantie binnen de journalistiek kan enorm bijdragen om, om mensen ook weer meer vertrouwen te geven in journalistiek. Absoluut, ja. En hopelijk. Zien we dat steeds meer? De Washington Post heeft een team die aan toegewijd is. Bij CNN zijn de mensen mee bezig. Dus je ziet dat dat steeds meer aandacht krijgt. En ik denk dat dat, 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 dat een hele goede zaak is. Ja.